gospel, singing your praises. Sing along, clap along. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to sing and rejoice, lift my hands. I love to be in your presence. I love to be in your presence with your people, singing praises. I love to stand and rejoice, lift my hands. You set my feet on dancing. Hallelujah. Let's sing a next song, Who Breaks the Power of Sin and Darkness. Who breaks the power of sin and darkness? Who love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all. Shakes the whole world. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all. This is amazing grace. This is amazing grace. You've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, who rules the nation, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun. The King above all. This is amazing grace. This is amazing grace. You've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing love. This is amazing grace. This is unfailing love. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my place. You lay down your life. You lay down your life. That I might be set free. Oh, Jesus, I sing. All that you've done for me. Yes, hallelujah. Amen. Jesus Christ, he will come back soon. Amen. Let's sing a song until that day that he returns. Amen. We will live for him. Sky will open up and all the dead will rise up. There will be a day when I meet you face to face and I look into your eyes up. There will be a time. And there will be a time that you bring us to a place where there's no more pain or sorrow. And there will be a time as we come near by your side that you gently wipe our tears away. And until that day, I will choose to know you more. I will choose to give myself and to live a life of worship. Until that day, I will listen to your word. I will keep it in my heart as a gift full of love. Until that day. And there will be a time that you bring us to a place where there's no more pain or sorrow. And there will be a time as we come near by your side that you gently wipe our tears. Let's all stand together and sing until. Until that day, I will choose to know you more. I will choose to give myself and to live a life of worship. Until that day, I will listen to your word. I will keep it in my heart as a gift for. Until that day, I will live.
comes up, it's a new day dawning. Bless the Lord, oh my soul. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when you be. Bless the Lord, oh my soul, and bless the Lord, oh my soul, and oh my soul, worship His holy. Hallelujah.
Vader, we loven u, we prijzen u. Nabalandoro colorondria borashara galabandoro gosho. Nabalandoro colorondria borashara galabandoro gosho. Colorondria borashara gamba. Heer, ik loof u, Heer, ik prijs u. Shabagandolo kosholo colorondria boranda. Nandolo colorosoro colorondria borashara. Alleluia, nabagandolo colorondria bolagalabando ribuli. O, Jezus, we prijzen en loven u. Hallelujah. Very welcome to our third evening of our conference. Iedereen welkom op onze derde avond van de conferentie. We've had a tremendous time so far. Tot dusver een geweldige tijd gehad. And we will go on. En wij gaan daarmee door. Amen. We are very happy with all you being here. Wij zijn ontzettend blij dat jullie allemaal hier zijn. If you're a visitor, very welcome. Als u een bezoeker bent, van harte welkom. Special welcome, Pastor Ruby. En een bijzonder welkom, Pastor Ruby. Amen. We want to open with prayer this evening. Deze avond willen we openen met gebed. We have some special prayer requests. En we hebben wat gebedsverlangens. We want to pray for Celia. We willen bidden voor Celia. She's in pain because of kidney stones. Ze heeft op dit moment problemen met nierstenen en heeft heel veel pijn. We're gonna also pray for Asna. We gaan ook bidden voor Asna. She's just been reanimated. Ze is net gereanimeerd. Is in hospital. Ligt in het ziekenhuis. So needs a miracle of God. Zij heeft een wonder van God nodig. Amen. We're gonna pray for God to move this evening. We gaan ook God vragen om vanavond machtig te bewegen. We want to pray also for your personal requests. We willen gaan bidden voor jouw persoonlijke nood. If you have a need upon your heart. En als je op dit moment een nood op je hart hebt liggen. Please raise your hands. Doe dan even je hand omhoog. And let us all pray together. Pastor Mitik Dragic is going to open in prayer. En laten we samen gaan bidden deze avond. Halleluja nabagandolo golobondria burashara galabandu ribuni. Father, we thank you for your presence, for your Holy Spirit. Father, we thank you that you will move, that you will minister. Father, I thank you that you're going to heal bodies, Lord. Father, I thank you so much that you are in our midst tonight. Vader, wij danken u voor uw aanwezigheid in ons midden deze avond. Thank you for your faithfulness and all that you have done this week in our hearts. Wij danken u voor uw getrouwheid en al datgene wat u in onze harten gedaan heeft. God, we are giving this service to you right now. Wij geven deze dienst aan u over. We pray that you will move in our hearts, that you will do an eternal work in our hearts tonight. En wij bidden u in onze harten te bewegen en een eeuwigdurend werk in ons midden te doen. God, we pray for Celia this evening. Deze avond bidden we voor Celia. And we command these kidney stones to disappear right now. En wij commanderen op dit moment deze nierstenen haar te verlaten. God, heal Asna in the hospital right now. Vader, genees Asna op dit moment in het ziekenhuis. I pray for your anointing, God, over the man of God as he preaches tonight. En wij bidden u voor uw zalving op de man van God wanneer hij gaat preken deze avond. We are here to listen to your word. Wij zijn hier om te luisteren naar uw woord. Speak to us and help us tonight, I pray. Spreek tot ons en help ons, ik bid u daarvoor. In Jesus' name. In Jezus' naam. Amen. Amen. You may be seated. Je kunt weer gaan zitten. Amen. I have a few announcements for tomorrow. Ik heb wat mededelingen voor morgen. Tomorrow afternoon we're gonna have a special service. It's gonna be International Night. Morgenavond een speciale avond. Het wordt een internationale avond. We will start prayer and the service 1 hour earlier. En we beginnen met de dienst en met de bidstond een uur eerder. That means prayer at 5 and the service will start at 6 and then afterwards we will show also the world evangelism movie. Dat betekent dat de bidstond om 5 uur begint, de dienst om 6 uur en na de dienst beginnen we met de wereldevangelisatiefilm. Die gaan we draaien. On Friday we will have outreach in the city center of Zwolle. Vrijdag is er in de binnenstad van Zwolle evangelisatie. And this will start at 2 p.m. En deze begint om 2 uur 's middags. We're gonna have a tremendous ministry tomorrow morning and tomorrow evening. Morgenochtend en morgenavond weer geweldige predikingen. We're very happy with Pastor Ruby in our midst. En wij zijn ontzettend blij met Pastor Ruby op dit moment in ons midden. He's going to minister tomorrow morning and also Pastor Klok and Pastor Rousseau. Morgenochtend gaat hij voor ons bedienen en ook Pastor Rousseau en Pastor Klok. Then we have some reports this evening. Dan hebben we opnieuw wat rapporten vanavond. And these pastors in this order are going to give a 3-minute report. In deze volgorde gaan deze pastors binnen 3 minuten een rapport te geven. Matthijs Major, Jan Bota, Daan de Sen en Bart Koiker. Let's give them a hand. Thank you very much.
Amen. My name is Matthijs Major, and together with my lovely wife, we have the privilege of pioneering Setúbal, Portugal. Amen. I want to start off by thanking Pastor Schuiten and Pastor De Sint for this conference. Ik wil beginnen met Pastor Schuiten en De Sint te bedanken voor deze conferentie. For their wisdom, their support and their help for us. Voor hun wijsheid, support en voor hun hulp tot ons. I also want to thank the teams that came over from Zwolle, Amsterdam Southeast en Den Bosch. En ik wil ook de teams die gekomen zijn naar Portugal vanuit verschillende steden, waaronder Zwolle en Amsterdam. As well as several other preachers that have come over. En ook de overige pastors die ook gekomen zijn. And they've all had a lasting impact. En ze hebben allemaal een blijvend indruk bij ons gemaakt. I want to share some highlights. Ik wil wat hoogtepunten aan je geven. When we started the church about a year and a half ago. Toen wij anderhalf jaar geleden de kerk begonnen. God blessed us with a translator very quickly. Heeft God ons al heel snel een vertaler gegeven. Then about 8 months ago. That translator left the church. En ongeveer 8 maanden geleden verliet deze vertaler onze kerk. So we decided to take a leap in faith, and I started preaching in Portuguese. Dus we begonnen werkelijk in geloof uit te stappen, en ik begon in Portugees te preken. So we changed everything into Portuguese. Dus we hebben alles veranderd in de Portugese taal. And people were very gracious with me. De mensen waren heel erg genadig met mij. And it's given us a whole new access to, especially the large Brazilian community in town. En het heeft absoluut een geweldige deur geopend voor een gemeenschap van Braziliaan. Then about 2 months ago, the translator came back. Ongeveer 2 maanden geleden kwam de vertaler nog terug. And he doesn't need to translate anymore. En hij hoeft niet meer te vertalen. I want to share 2 more stories. Ik wil wat meer vertellen. I got a call from a Portuguese man. Een Portugese man belde mij. He said, I'm not from here, but I came to this town specifically to kill myself. Hij zegt, ik woon hier niet, maar ik ben speciaal hier naartoe gekomen om zelfmoord te plegen. I walked past the poster from your church and I decided to give it a shot. En ik ging voorbij en ik zag de sign en het bord van jouw kerk. En ik dacht bij mezelf, probeer het maar even. He had no purpose in life. He could not find a job. He saw no way forward in life. Hij had geen doel in het leven. Hij had geen toekomstperspectief. When I met him later that day, toen ik hem die dag verder in die dag ontmoette, he was smiling. Was hij plots aan het glimlachen. And he told me, I just got a call from a man I don't know. En hij vertelde mij, ik kreeg net een telefoontje van een man die ik niet ken. Telling me, I have a job for you. Can you start on Monday? En hij vertelde mij, ik heb een baan voor jou. Maandag kun je beginnen. I prayed the sinner's prayer with the man. Ik bad met deze man het zondagsgebed. He got baptized. Hij is nu gedoopt. And he's moving to Setúbal this month. En hij komt bij ons wonen in onze stad. Then because of low wages in Portugal, we lost about 15 people due to them moving abroad for financial reasons. Vanwege de lage lonen hebben we wat mensen verloren de afgelopen tijd in de kerk. And we've been praying against that. En we zijn tegenin gaan bidden. And three weeks ago, a young couple of Brazilians, they left for London. En ongeveer 3 weken geleden, een stel die verliet Engeland. This afternoon, I got a message from them. En deze middag kreeg ik een bericht van deze mensen. They said God has been pressing heavily in our hearts. En zij zeiden, God heeft ons zwaar op ons hart gelegd. That we made a mistake. Dat wij een vergissing hebben begaan. The man got a dream. De man had een droom. Said we need to go back. En de droom was, we moeten terug. They'll be back as soon as possible. En ze komen zo spoedig mogelijk terug naar onze kerk. God is good. Thank you very much for your prayers and your support. God is ontzettend goed. Ontzettend bedankt voor je support en je gebed. Goeienaand, my naam is Rian Botha en saam met my prachtige vrou Miriam lei ons die kerk in Johannesburg, Suid-Afrika. It's been one of my greatest privileges to be in that church for the last 17 years. Het is een van mijn grootste voorrechten geweest om de afgelopen 17 jaar een deel van die kerk te mogen zijn. For the past 6 months we have seen a lot of things that God was doing. De afgelopen 6 maanden hebben we heel veel dingen gezien die God begon te doen. One of the greatest things is that he has brought young people into the church. En een van de geweldige dingen is dat hij jonge mensen begon te brengen naar onze kerk. We have a great group of young people. We hebben nu een geweldige groep van jonge mannen. They would go evangelize during the week on their own. Door de week op zichzelf gaan ze evangeliseren. And the result of that is that we always have visitors and we always see salvations during the week. En dat resulteert altijd in bezoekers in onze diensten en we zien mensen door de week tot bekering komen. Even on Sundays there's always visitors, there's always people getting saved. En zelfs in de zondagdiensten zien we altijd bezoekers en hen tot bekering zien komen in onze kerken. But not only that, for some very good reason, there's a good culture in the church. Maar dat niet alleen, maar voor een goede reden is er een heel goed cultuur aanwezig in onze kerk. Because they will kind of
fight each other to get to the visitors to talk to them. Want op de een of andere manier beginnen ze een weg te vinden en contact te leggen met alle bezoekers die binnenkomen. No one can leave our church without being spoken to and welcomed. Niemand kan onze kerk zo binnen en uit treden zonder dat iemand ze heeft aangesproken. And because we kept evangelizing right through the COVID time. En vanwege het feit dat we gewoon ondanks de COVID-tijd zijn blijven evangeliseren. We have a great culture in the church of evangelism. Hebben wij op dit moment een evangelisatiecultuur en atmosfeer gecreëerd en ontwikkeld in onze kerk. Saturday mornings we have a big group every time coming to outreach. Elke zaterdagochtend een hele grote groep komt uit onze kerk op de straat om te evangeliseren. The last few months of last year, because our 180 wasn't so alive. De afgelopen maanden, vanwege het feit dat de dingen niet zo goed gingen met de 180 activiteit. We decided to take it out on the streets. Besloten wij om dat allemaal de straat op te nemen. So we did concerts on the streets instead of doing it at the building. Dus we begonnen de openlucht concerten te houden in plaats van in ons gebouw. In South Africa you can do that. In Zuid-Afrika kun je dat makkelijk regelen. You don't have to ask permission, you just do it. Je hebt helemaal geen vergunning nodig, je doet dat gewoon. And it was very successful. En het is absoluut succesvol People geworden. People would come out of the buildings, they would come into the streets to Mensen see what's going on. Mensen kwamen in appartementencomplexen naar buiten om naar ons te luisteren. And we can talk to them, witness to them. En we kunnen tot hem praten en tot hun getuigen. And out of this, 5 bands from the church started to rise up because they wanted to perform on the streets. En vanwege dit zijn wij uiteindelijk 5 bands rijker geworden in de kerk, want ze willen de straat op gaan om iets voor God te doen. They always want to do something and that was a great blessing. Ze willen altijd iets voor God doen en dat is absoluut een zegen. Every 2 months we have baptism and we always have a handful of people that we can baptize. Elke 2 maanden houden we weer een doopdienst. Hebben we altijd een handvol mensen die we elke keer weer dopen. I'm excited to see what couples will rise up out of this. Dus nu ben ik ontzettend vol verwachting om te zien wat voor echtparen gaan opreizen pray for de komende us tijd. We pray for you, God. Bid voor ons als we bidden voor jou. Good evening. My name is Daan de Sen. Me and my beautiful wife, Kirstie, are pioneering in the city of Harderwijk. Yes. And I'm happy to share a good report. Ik ben ontzettend blij om je een goed verslag te geven. Over the last 6 months, God has been very liberal to us. Met betrekking tot de afgelopen 6 maanden, we zien dat God ontzettend goed tot ons geweest is. Since the beginning of 2022, we started praying for a new building. Vanaf het begin van 2022 zijn we begonnen te bidden voor een nieuw gebouw. And also we were praying for new young converts that could be added to the church. En we baden ook voor nieuwe bekeerlingen dat ze een toevoeging zouden worden voor de kerk. So in October we got into a brand new building. Het is afgelopen oktober dat we dat nieuw gebouw mochten betreden. And we did immediately notice that a new season started. En onmiddellijk was er een verandering van een klimaat, een nieuw seizoen was aangebroken. From the end of October until mid-December we saw 26 new visitors. Van eind oktober tot halverwege het eind van het jaar zagen we 26 nieuwe bekeerlingen. In the opening church service we saw 5 new visitors whom were all in their 20s. Toen wij de kerkdienst openden, het gebouw openden, zagen we 5 jongelui binnenkomen in het begin van hun 20e jaren. 4 of them got changed by Jesus and are still coming to our church. 4 van hem radicaal veranderd door Jezus Christus en komen nu nog steeds naar de kerk. In January, our mother church Zwolle supported us with a team of over 80 people. In januari kwam onze moederkerk Zwolle ons bezoeken met maar liefst 80 mensen. And in the evening the concert hall was packed. In de middag was het helemaal propvol dat gebouw. But there was only one new visitor. En er was 1 bezoeker. So I was doubting a little bit. Dus ik was een beetje aan het twijfelen. But this new visitor came back the next morning in church. Maar deze bezoeker kwam de volgende ochtend, zondagochtend, terug naar de kerk. And she powerfully gave her life to Jesus. En op een krachtige wijze gaf ze haar leven aan Jezus Christus. End of January we had a good time with evangelist Jonkhout. Edwin Jonkhout kwam eind januari ons bezoeken. And he specifically preached on reaching the world for Jesus. En heel specifiek begon hij te preken over het bereiken van de wereld voor Jezus. Multiple people got healed. Vele mensen werden genezen. Filled with the Holy Spirit. Werden vervuld met de Heilige Geest. And so this lady, this new convert from the Zwolle concert. So hier is dit meisje van een Zwolle concert. She came to me after the evening church service. Na deze avonden kwam ze op een keer naar mij toe. She explains to me, I'm a marketing specialist and I would like to design a flyer. For outreach. En ze zei tegen mij, ik doe met folders marketing. Ik wil dat allemaal maken voor jouw kerk. So the next church service, he came with a concept
We produced the flyers and spread them around the city. Volgende dag kwam ze met een concept. Wij hebben dat laten drukken, deze flyers, en we begonnen ze uit te delen. And over the last two Sundays, we already saw visitors because of that specific flyer. En vanwege die ene folder zagen we de afgelopen twee weken bezoekers binnenkomen. And we see that this new season brings a strong desire in our church to reach Harderwijk. En we zien dat de atmosfeer van deze nieuwe seizoen is een diep verlangen om onze stad Harderwijk in te nemen voor Jezus. And I thank God for all that He has done. En ik dank God voor al datgene wat Hij tot op heden gedaan heeft. We look forward to the coming months. We zien er naar uit naar de komende maanden. I want to thank my pastor, Pastor Schuitema. Ik wil mijn pastor Schuitema bedanken. Pastor De Sen. Pastor De Sen. And the Zwolle Church for all their support. En de Zwolle Kerk voor al hun ondersteuning. God bless you. God zegen je. Praise God. Thank you, Lord. Amen. Praise Jesus. My name is Bart Koiker. My wife, Wilma, and I, we took over the church in Brno, Czech Republic. Yes. Amen. Sent out from this conference some leaders prayed over us and gave us a word. 18 maanden geleden werden we vanuit deze conferentiepodium uitgestuurd en de leiders begonnen voor ons te bidden en gaf ons een woord. That people from the past would come back and enter into the church and be a part of the church again. Dat mensen vanuit het verleden met die kerk terug zouden komen naar de kerk en een deel van de kerk weer zouden worden. That's exactly what we see happening right now, and we see not only the older people coming back, but also new people coming into the church. En dat is exact datgene wat we op dit moment aan het ervaren en aan het zien zijn, maar we zien daarnaast ook nieuwe mensen binnenkomen en hun levens geven aan Jezus en een deel van de kerk worden. We feel that we are laboring on the harvest field, what many other pastors have prayed and worked hard for. En wij voelen werkelijk dat wanneer we aan evangeliseren zijn, dat we aan het werken zijn op het veld die anderen geopend hebben en gezaaid hebben door de jaren heen. In november we had pastor evangelist Edwin Jonkhout. Afgelopen november hadden we evangelist Edwin Jonkhout. We never saw so many visitors. En nooit eerder hebben we zoveel bezoekers zien komen. Every night we had 10, 15, 20 visitors. Elke avond 15 tot 20 bezoekers die ons gewoon binnenkwamen. The whole revival, we had 30 people saved. En wij hebben tijdens opwekkingsdiensten meer dan 30 mensen tot bekering. And so after the fellowship fast in January we saw a spiritual breakthrough. En na het vasten met de conferentie afgelopen januari zagen we een geestelijke doorbraak. We all said something has changed, something is happening. En wij zeiden met z'n allen iets is er veranderd, iets is aan het gebeuren. Sundays is mostly a lot of people coming in. Zondags doorgaans zien we veel mensen binnenkomen. But Sunday night and Wednesday night is very low in attendance. Maar in tegenstelling tot dat, zondagavond en woensdagavond is dat bezoekersaantal wat lager. But we saw people coming in on Sunday night, on Wednesday night, people getting saved. Maar we begonnen mensen op de zondagavonden en woensdagavonden specifiek binnen te zien komen en ze komen ook nog een keer tot bekering. We had one man that had a dream. He had a dream of angels and about God. We hadden een man en hij vertelde dat hij een droom had over engelen en over God. And he knew in his heart he had to do something with God. En hij wist in zijn hart, ik moet iets met God gaan doen. And 2 days later, a convert in our church spoke to him and invited him to come to church. En twee dagen na die droom, een pas bekeerde op straat, getuigde tegen deze man nam hem mee naar de kerk. And he came and immediately, I did the altar call, immediately he came forward to get saved. En hij kwam binnen, ik deed de oproep en onmiddellijk reageerde hij op de oproep, kwam naar voren en kwam tot bekering. I told the man, I said, you need to read your Bible and pray. Ik vertelde de man, je moet je Bijbel lezen, je moet gaan bidden. That's what he did with his girlfriend, reading the Bible the whole week and came back next week. En dit is wat hij de week daarop volgend begon te doen, samen met zijn vriendin. En aan het eind van de week kwam hij terug. And bringing more people in and they getting saved, his girlfriend getting saved. Hij nam zijn vriendin mee, meerdere mensen nam hij mee, zo kwam tot bekering in de kerk. And we also working with China, still working there. Ook met China? China, yeah. Ook met China zijn we aan het werk. Another country, yeah, man, my time is over. And
And so we are going to do a rally in China. En we gaan binnenkort een rally doen in China. And so you pray for a visa. Next week I'm going to apply for a visa. And so you pray that God will help us and going back into that nation. So alsjeblieft bid daarvoor. Wij hebben een visa nodig zodat ik het land binnen kan komen. Only for 2 weeks, okay? Voor 2 weken. And so we see God moving. Thank you very much, Pastor Schuitema. Thank you, Swallow Church. Thank you. Thank you very much for all your things you do. Amen. Dank u wel voor alles. Amen. Powerful reports. Prachtige rapporten. It's an honor to raise the offering tonight. Ik wil graag de collect ophalen vanavond. We're going to read the text in 2 Kings 8. 2 Koningen hoofdstuk 8. Verse 1 till 6. En we lezen zo vers 1 tot en met 6. So the famous evangelist Reinhard Bonnke was years in Africa and was very successful. Jarenlang was Reinhard Bonnke heel succesvol in Afrika. And once in a while he came back in Germany to preach the gospel also in Germany. En hij kwam een keer terug en om ook al in Duitsland een evangelie te prediken. And one night he preached in Bremen, the city of Bremen. En hij preekte op een avond in Bremen. After the meeting, an older rather poor looking guy came to him. Na de meeting kwam er een oudere, wat showvol uitziende man naar hem toe. I need to talk to you. Ik moet met u praten. Ja, oké. Oké. No, alone. Nee, alleen. No. Talk here. No, I want to speak to you alone. Praat gewoon hier met me. Nee, ik wil samen alleen. And so finally they went to a room together. En zo ze gingen samen even naar een kamer. And the older man. En de oudere man. Opened his pants. Deed zijn broek open. And his hand grabbing down. Helemaal zijn hand erin. Now I have your attention. Oh, ik heb wel de aandacht. And he put out a lot of money. En hij trok er een hele buidel met geld uit. 15.000 German marks. 15.000 Duitse marken. Will be now like 15.000 euros. Ongeveer 15.000 euro. And he gave it all to Reinhard Bonnke. Hij gaf het allemaal aan Reinhard Bonnke. And he said, no, you need it yourself. Nee, meneer, u heeft het zelf nodig, zei hij. You need it for your children. U moet het voor uw kinderen bewaren. He said, no, my kids are drunkards. Nee, mijn kinderen zijn allemaal dronkenlappen. They don't know I have this money. Ze weten gelukkig niet dat ik het geld heb. And they would steal it and buy vodka from it. Als ze het weten, stelen ze het en dan kopen ze vodka. No, I give it into your hands. Ik wil het aan u geven. To save souls in Africa. Om zielen te redden in Afrika. And Reinhard Bonnke said, at that moment I really felt God. En op dat moment zei Reinhard Bonnke, ervaarde ik God. I felt that God was looking down. God keek ernaar. And it was holy money. Het was heilig geld. Like the widow with the 2 coins. Net als de vrouw met de 2 duiten. And every time, years later on. En jaren later. When he preached in Bremen. Altijd als hij kwam preken in Bremen, zei hij. The same guy. Dezelfde oude man. Rudolf Kleinbaum. Came to him. Kwam naar me toe. And did the same thing. En hij deed altijd hetzelfde. Hiding the money in the same place. Altijd het geld op dezelfde plek. God was always providing. Altijd voorzag God door die man heen. He was living from a small pension. Hij leefde van een klein pensioentje. But he was saving money. Spaarde alles op. To save souls in Africa. Om zielen te redden in Afrika. And God always provided for him. En God verzorgde ook hem altijd goed. So he could keep on giving. En zo, dat is een krachtig iets. So he could keep on giving, amen. Oh, hij bleef geven. So let us read the text in 2 Kings 8 till 6. 2 Koningen 8 vers 1 tot en met 6. Kunnen read about Elisha, ja. Elisa had gesproken tot een vrouw van wie hij de zoon levend had gemaakt. Sta op en ga heen, u en uw gezin, en verblijf daar als vreemdelingen waar u verblijven kunt, want de Heere heeft een hongersnood aangekondigd en die zal ook 7 jaar lang over het land komen. En de vrouw was opgestaan en had gedaan overeenkomstig het woord van de man Gods. Zij ging, zei naar gezin, en verbleef als vreemdeling in het land van de Filistijnen 7 jaren lang. En de vrouw, en het gebeurde na verloop van de 7 jaren dat de vrouw uit het land van de Filistijnen terugkeerde. Ze ging erop uit om hulp van de koning in te roepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. En de koning nu was juist in gesprek met Gehazi, de knecht van de man Gods. En hij zei, vertel mij toch al de grote dingen die Elisa gedaan heeft. En het gebeurde terwijl hij de koning aan het vertellen was hoe Elisa een dode levend gemaakt had. Zie, de vrouw van wie hij de zoon levend gemaakt had, kwam de hulp van de koning inroepen met het oog op haar huis en met het oog op haar akker. En toen zei de Gehazi, mijn heer de koning, dit is de vrouw en dit is haar zoon die Elisa levend heeft gemaakt. En de koning ondervroeg de vrouw en zij vertelde het hem. En toen gaf de koning haar een hoveling mee en zeide, laat zij alles wat van haar is terugkrijgen, ook de hele opbrengst van de akker, van de dag dat ze het land verlaten heeft tot nu toe.
Very interesting story. Heel interessant verhaal. But we all have to give. Allemaal moeten wij geven. Sometimes to sacrifice. Om te offeren. Leave things behind. Dingen achterlaten. Believe in God for the future. Geloven God voor de toekomst. The future is unknown. Onbekende toekomst. But God promises to provide for us. Maar God zegt, ik zal voorzien. But first we have to give. Maar eerst moeten wij geven. So who was that Shunammite woman? Wie was die Shunammitische vrouw eigenlijk? What's the story? Wat is het verhaal? We know about her that she gave to the work of God. She gave to God. Nou, wij weten, zij gaf aan God, aan het werk van God. And also she gave to the man of God, Elisha. Ze gaf ook aan de man Gods, Elisa. Years ago it started. She had no son. Ze had geen zoon. But she had a desire to give and to invest in the work of God. Maar ze wilde graag investeren in het werk van God. The man of God, Elisha, passed by many times. De man Elisa kwam vaak bij haar langs. And she had a desire to open up her house. En ze zei, ik wil graag mijn huis openen. Build an extra room for him. Een extra kamer bouwen. So invested in the man of God. En zo investeerde in de man God. In 2 Kings 4:9. 2 Koningen 4:9. She said to her husband, look now, I know that this is a holy man of God. Ze zei tegen haar man, zie toch, ik heb gemerkt dat deze man Gods, die steeds bij ons lang komt, heilig is. Please let us make a small upper room on the wall and let us put a bed for him there and a table and a chair and a lampstand so it will be whenever he comes to us, he can turn in there. Laten wij toch een klein bovenvertrek van steen maken, daar een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar voor hem neerzetten. Komt hij dan bij ons, dan kan hij zich daar terugtrekken. So without knowing, she was investing in her own future. En zonder dat ze het wist, was ze nu aan het investeren in haar eigen toekomst. By helping the man of God. Zij hielp de man van God. She was also investing in her own future. Kreeg ook een investering daardoor in haar eigen toekomst. She opened the door for blessings of God in her own life. Ze opende de deur voor de zegen van God in haar eigen leven. The man of God was very grateful for that room. De man Gods was heel dankbaar voor zijn kamer. And she said, he said, what can I do for you? En hij zei, wat kan ik voor u doen? Oh, nothing. Oh, niks, zei ze. She had no son. Ze had alleen geen zoon. So he gave a promise. Hij gaf haar een belofte. Next year you will have a son. Volgend jaar om deze tijd heb u een zoon. And it became true by the word of the prophet. En het gebeurde door het woord van de profeet. And she had no son. En ze had eerst geen zoon. But at that time a son was her future. Maar die zoon was haar toekomst. A protection. Haar bescherming. A retirement. Haar pensioen. A blessing and a provision. Een zegen en een voorziening. So liberality opens the door for fruitfulness, but also for a future. Vrijgevigheid opent de deur voor vruchtbaarheid, ook voor de toekomst. And in our story, she obeyed the man of God. En zij in het verhaal gehoorzaamde de man God. There was a famine in the land. Er kwam een hongersnood in het land. She left everything behind in faith. Ze moest alles in geloof achterlaten. She believed God will provide later on. Geloofde dat God later zou voorzien. Because 7 years of famine in Israel. 7 jaar hongersnood kwam in Israël. And she and her family survived in a foreign country. Maar zij en haar familie overleefden in een vreemd land. She sacrificed the known. En zij had het bekende geofferd. Her house. Haar huis. Property. Haar bezit. For an unknown reward. Voor een ongeziene beloning. And after 7 years he came back to her property but they had left behind. Na 7 jaar kwam ze terug in haar bezit. But it was occupied. Maar iemand anders woonde. It was not hers anymore, it looked like. Iemand anders had het in bezit genomen. So it looks like a risk. Het leek een risico. You trust God. Ze vertrouwde God. You take a risk. Nam een risico. Later on. It looks like a bad decision. En later dacht ze, oh, dat lijkt wel een slechte beslissing. So by obeying God, we have to risk. Maar soms door het God gehoorzamen moet je risico nemen. We have to leave things behind. Dingen achterlaten. But God will take care of it. Maar God zal ervoor zorgen. When you give sacrificially, als jij opofferend geeft, God promises to provide for us in any situation. Belooft God te voorzien in elke situatie. So she trusted God and she trusted the man of God. Zij vertrouwde God en de man God. Why did she trust the man of God? Waarom? Because years before, daarvoor jaren, her son was dying. Was die zoon stervende? Actually, he died. Hij ging ook dood. And it was a big problem, of course. Dat is natuurlijk een enorm probleem. God gave it to her. God gaf haar die zoon. Now my son is dying. Nou is hij dood. And she gave to the man of God. Zij gaf aan de man God. And he took up her son. Hij nam die zoon. Brought the dead son in his own upper room. Bracht die zoon in dat kamertje. Stretched himself out over the boy. Strekte zich uit over die jongen. Prayed to God. Bad tot God. And he came to life. En hij kwam tot leven. So she had an experience with God. Zij had een ervaring met God. And that's why she wanted everything leaving behind. En daarom dat ze alles achterliet. Trusting God for the future. Vertrouwde God voor de toekomst. The son came back to life again. De zoon kwam tot leven. So when we obey God. Als je God gehoorzaamt. He's obligated to help us. Is hij verplicht om ons te helpen. He promises to provide for us. Hij verplicht zichzelf om ons te helpen en te voorzien. Sometimes one day at a time. Soms dag aan dag. Sometimes at one big amount. Soms in één keer een groot
groot bedrag. And finally, everything she sacrificed. Maar uiteindelijk alles wat je offert. She got back and get more. Komt altijd weer terug op je leven en after meer. After 7 years of famine. Na 7 jaar hongersnood. God provided for her in a foreign land. In een vreemd land, God voorzag. God can provide in any nation. God kan voorzien voor jou in elk she land. She came back to her own land. Terug naar haar eigen land. It was not hers anymore. En het was niet meer van haar. So she went to the king. Ging naar de koning. At that moment Gehazi was there. En op dat moment was Gehazi daar. The servant of the prophet. De dienstknecht van de profeet. Is it coincidence? Is dat toeval? No. Nee. God appointed that. God had het zo aangezet. So she came to the king. Zij komt tot de koning. Ask boldly from the king. Vraagt vrijmoedig van die koning. And the king listened to her story. En de koning luistert naar haar verhaal. Because the servant of the prophet just told about Elijah and this lady. En er was net dat verhaal aan het vertellen van deze vrouw en haar zoon. About the miracle of the son. Een wonder van de zoon. So the king knows, it's not coincidence. En die koning zegt, dat is ook toevallig. It all comes together in the story. Het komt allemaal samen in één verhaal. And then the king makes a decision. En dan maakt de koning een beslissing. I will give you back the house. Je krijgt je huis terug. I will give you back the property. Je land en je akker. But also the 7 years of harvest. You missed. Maar ook de oogst van 7 jaren die je bent misgelopen. You always get more back than you give. Je krijgt altijd meer terug dan je geeft. Because God is knowing what he's doing. God weet wat hij doet. God is the king. Hij is de koning. When you give, you shall be given. Als je gegeven wordt, word je gegeven. And tonight we need to give. En wij moeten geven vanavond. And when we need our own provision, God will provide for us. En als jij voorziet in de voorziening, zal God voorzien voor jou. Because the Bible says he will and shall supply in all your needs. Hij zal in al uw behoeften voorzien. According to his riches. In overeenkomst met zijn rijkdom. In glory by Christ Jesus. En glorie door Christus Jezus. Now, God blessed us over the years. Can you say amen? God heeft gezegend de afgelopen jaren, kun je amen zeggen. More and nicer cars. Meer en betere auto's. Nicer suits. Mooie pakken. Nicer dresses. Mooie jurken. More income. Meer inkomen. Many are self-employed. Velen hebben eigen bedrijf. Because you gave over the years. Je bent door de jaren heen altijd vrijgevig geweest. And God is giving you back. En God heeft je teruggegeven. More than you give. Meer dan je ooit gegeven hebt. So you can give tonight. Zodat je weer kan geven vanavond. And I believe it as you come forward. En als de orendienst naar voren komt. That God gives us resources. God geeft ons bronnen. To give to the work of God. Om te geven aan Gods werk. Like the heart of this lady. Net als het hart van deze vrouw. And the desire was to give to God. Haar verlangen was om te geven aan God. But God gave her back more than that. En God gaf haar meer dan dat terug. It's a principle of nature. Het is een principe in de natuur. That the harvest we get is greater than we have sown. Dat de oogst meer is dan je gezaaid hebt. Do you believe that? Geloof je dat? When you constantly give, als je continu geeft, it's like a rain, is als een regen, what is falling on what is planted, die valt op het geplantene, and is creating a harvest, en het altijd weer een oogst creëert. And God wants to give a continuous harvest over the years. En God wil een continue oogst in ons leven brengen. You can give in several ways. Je kunt op allerlei manieren geven. Like the proxy form. We hebben het formulier. Or you can give it cash. Je kunt het contant geven. Or with the code, amen. Je kunt de code scannen. But I believe, like yesterday Pastor Campbell said. Maar gisteren zei Pastor Campbell al. Many people here you could give 1,000 euros. Vele mensen kunnen zo 1,000 euro geven. And perhaps some of you didn't do it yesterday. Misschien heb je het gisteren wel niet gedaan. You have a new chance today. Hier is een nieuwe kans voor je. And I believe we have to give a large amount of money tonight. Geef een groot bedrag aan geld vanavond. We needed to pay all the expenses. Om al de onkosten te betalen. For this conference. Voor deze conferentie. All the tickets. De tickets. The hotel rooms. De hotelkamers. De maaltijden. All the extra costs. De extra kosten. To invite all those people. Al die mensen die uitgenodigd zijn. We need your money tonight. We hebben je geld nodig daarvoor. We really need the money tonight. We hebben het nodig. Let's ask a blessing, amen. Laten we de zegen vragen. Father, we ask you to bless this offering. Vader, we vragen u zegen deze collecte. Give us a liberal heart. Geef ons een vrijgevig hart. Provide in our needs. Voorzien. And who can set yes, we are. We are his.
Appreciate you supporting our conference. We waarderen iedereen die de conferentie ondersteunt. Amen. We're gonna have some great reports tomorrow and the day after. Morgen en overmorgen gaan we wat geweldige dingen doen en rapporten horen. If you have your Bibles with you, please go to Exodus 4. Exodus hoofdstuk 4. Exodus 4. I'm gonna read verse 1 until 5. En ik lees 1 tot en met 5. I brought a picture with me of Tommy Hicks. Ik heb een foto van Tommy Hicks. Tommy Hicks was a very unknown evangelist. Een hele onbekende evangelist. He was asked to fill in for a revival in Argentina. In Argentinië mocht hij invallen voor een opwekkingsdienst. He came to Buenos Aires. Hij kwam naar Buenos Aires. And he came with a lot of boldness. En hij kwam heel vrijmoedig. He says, I want to rent a stadium for a healing crusade. Ik wil graag een stadium huren voor een genezingscampagne. And people in the Pentecostal churches, they mocked him and they laughed at him. En de Pinkse christenen bespotten hem, lachten hem uit. But he said, I want to go to the office of Juan Perón. Maar ik ga naar het kantoor van Juan Perón. That was those days the president and the dictator of Argentina. Dat was toen de dictator en president van Argentinië. He met there an armed guard. En daar stond een bewapende bewaker. Interviewed him. Found out that the guard had medical problems. En die bewaker had een medisch probleem. Tommy Hicks prayed for him. En Tommy Hicks bad voor hem. Instantly the man was healed. En de man was compleet in stand genezen. And to of course no surprise, he said, come back tomorrow and I'll make sure you're gonna have an interview en with hij the zegt, president. Kom morgen terug, ik regel een gesprek met de president. Next day, Tommy Hicks met the president. En Tommy Hicks de volgende dag ontmoette de president. Found out that the president was suffering from a skin disease. En vond uit de president had een huidaandoening. And it was so horrible that he was afraid to have his picture taken. Hij was zo misvormd dat de president niet meer wilde dat een foto van hem genomen zou worden. And so he asked, "Can God heal me?" En hij zei, kan God ook mij genezen? And so Tommy Hicks grasped his hand. En Tommy Hicks greep zijn hand. And immediately the president felt that power of God came into his life. En de president voelde onmiddellijk de kracht van God stroomde zijn leven binnen. And his skin became clear as that of a baby. En zijn huid werd weer als die van een baby. So President Perón gave everything Tommy Hicks asked for. En president Perón gaf alles wat Tommy Hicks wilde. Tommy Hicks asked for a stadium of 25,000 seats. Hij wil een stadion met 25.000 zitplaatsen. He got it for free. Hij kreeg het gratis. It was filled immediately to overflowing capacity. Onmiddellijk was het compleet vol. Very quickly afterward they went to a next stadium, 110,000 seats. Het volgende stadion was 110.000 plekjes. Also overflowed. Totaal vol. And so in 3 months' time they had revival meetings where more than 3 million people attended. 3 maanden tijd kwamen er 3 miljoen mensen meer naar die opwekkingsdienst toe. And 300 decisions were made. You can see it in the second picture. En heel veel beslissingen werden gemaakt. Je ziet het in deze foto's.
massive number of outstanding healings. Massaal aantal geweldige genezingen. And this is the start of the Pentecostal movement in Argentina. Dit was het begin van de Pinksterbeweging in Argentinië. I was thinking about this and I was studying this a bit. En ik las er wat over en ik bestudeerde het. And actually this is the truth for most revivals. En eigenlijk is het waar voor bijna alle opwekkingen. Every large revival you see accompaniment of miracles there. Bijna in elke opwekking zie je dat het begint met wat wonderen. I was reading about the Methodist revival with Wesley. Ja, ik las over de Methodiste opwekking met Wesley. We read about the conversions. De bekeerlingen. But there's also many, many people that were healed. Maar vele, vele mensen werden genezen. There's many stories of revivals and miracles. Vele verhalen van wonderen en opwekking. I want to read about the first revival in the Bible. Nou, de eerste opwekkingsdienst in de Bijbel. And that is in Exodus. Dat is in Exodus. Here is God speaking to Moses. God spreekt op Mozes. He says, I want you to bring my people out of slavery. Breng mijn volk uit slavernij. And I want you to lead them into liberty. Leid ze naar de vrijheid. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say the Lord has not appeared to you. Toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, ze zullen mij niet geloven, niet naar mijn stem willen luisteren, want ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan u verschenen. So the Lord said to him, what is that in your hand? And he said, a rod. De Heer zei tot hem, wat heb gij daar in uw hand? En hij zei, een staf. And he said, cast it on the ground. So he cast it on the ground and it became a serpent and Moses fled from him. En hij zei, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond en het werd een slang en Moses vluchtte ervoor. Then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out his hand and caught it and it became a rod in his hand. De Heer zei tot Mozes, strek uw hand uit, grijp hem bij zijn staart. En toen stak hij zijn hand uit, greep hem vast. En daarna werd er weer een staf in zijn hand. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac and the God of Jacob has appeared to you. Opdat zij geloven dat de Heer aan u verschenen is, de God van hun vaderen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. I want to speak about miracles, God's method. Ik wil spreken over wonderen, zijn Gods methode. God's movement always has been accompanied by miracles. Gods beweging is altijd vergezeld met wonderen. In Deuteronomium 26 verse 8 the Bible says. In Deuteronomium 6 vers 8 zegt de Bijbel. The Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and with an outstretched arm, with great terror and with signs and wonders. De Heere leidde ons uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte arm, met ontzagwekkende daden, tekenen en wonderen. He says, I'm going to bring you from slavery to liberty. Ik breng jou van de slavernij naar je vrijheid. I'm going to bring you from defeat to dominion. Nou, van verslagenheid tot heerschappij. I'm going to bring you from a life of wandering to a life of purpose. Een leven waarin je zwierf en een leven waarin je een doel hebt. And God makes it very clear to Moses the way that I'm going to do this. En naar God zei de manier waarop ik dat ga doen. Is not because of your ability. Is het niet dat jij zo goed bent. Not because of your gifting. Of dat je begenadigd bent. But it's because I'm gonna cause you to enter into the supernatural. Maar jij gaat een bovennatuurlijke dimensie binnenwandelen. In Deuteronomium 4:34 the Bible says. In Deuteronomium 4:34. God will take for himself a nation from the midst of another nation by trials, by signs, by wonders, by war, by a mighty hand and an outstretched arm. God heeft getracht voor zichzelf een volk uit het midden van een ander volk weg te halen met beproevingen, tekenen, wonderen, strijd, met een sterke hand en een uitgestrekte arm en ontzagwekkende daden van de Heer uw God. I will call out a people out of this world. Ik roep een volk uit de wereld. You could say I will call a church out of the world. Ik roep een kerk bij elkaar uit de wereld. And I will do it by signs and wonders, by a mighty hand and by an outstretched arm. Door machtige wonderen en tekenen, mijn uitgestrekte arm, wonderen en tekenen. Now this is not just true for Israel. Dit is niet alleen waar van Israël. But this is a pattern for every church. Dit is een patroon voor elke kerk. This is a pattern for every revival. Elke opwekking. If you look at the Jerusalem church. Als je kijkt naar de kerk in Jeruzalem. In the book of Acts. In het boek van Handelingen. The Bible says that people were bringing the sick. Mensen brachten hun zieken.
And those who were tormented by unclean spirits, and they were all healed. Zij die door onreine geesten gekweld werden, ze werden allen genezen. I was reading about the start of the Pentecostal church. Ik las over het begin van de Pinkstergemeente. See, our Pentecostal church started in LA in Azusa Street. En de Pinkstergemeente begon in Los Angeles in Azusa Street. I brought a picture. This is William Seymour. Dit is William Seymour. Hier is mijn foto. In 1906. You see him in the bottom of the picture on the left-hand bottom. Je ziet hem links onderin in de foto. There was a tremendous outpouring of the Holy Spirit. Ongelofelijke uitstorting van de Heilige Geest. People came from afar. Mensen kwamen van ver. Just like the Ashbury Revival. Net als in de Ashbury Revival. People wanted to see what's happening there. Mensen wilden kijken wat gebeurt er allemaal. Many people were saved. Velen kwamen tot bekering. People were filled with the Holy Spirit. Gevuld met de Heilige Geest. People went out from there to different nations. Vanaf daar gingen ze de natie binnen. There was a man there and he went to Brazil. En er was een man die ging naar Brazilië. That was the start of the Pentecostal churches in Brazil. Dat was het begin van de Pinkstergemeente in Brazilië. At the right hand side at the bottom you see John G. Lake. John G. Lake zie je rechts onderin. He was crucial for healing crusades and revival in South Africa. Cruciaal in genezingscampagnes in Zuid-Afrika. And so these movements, deze beweging, these national revivals, nationale opwekking, they all started with healings. Begonnen allemaal met genezing. They all started with miracles. Wonderen. In our text it speaks about people being delivered. Mensen worden bevrijd in deze tekst. Of unclean spirits. Onreine geesten. This was the start of the Jerusalem church. Dat was ook het begin van de kerk in Jeruzalem. This is what we also saw in the 60s. Zagen we ook in de 60e jaren. In the Jesus people movement. In de Jesus people beweging. Here are all these hippies. Al die hippies zijn daar. They're bound in the occult. Gebonden in occultisme. They're bound in all sorts of perversion. Allerlei perversie. Many of them were on drugs, on LSD and heroin. Vele verslaafd aan LSD en heroïne. But they got delivered. Maar ze werden bevrijd. They were set free. Vrijgezet. They were delivered from drug addiction. Vrijgezet van een verslaving. They were delivered from mental problems. En mentale problemen. And it went all across the United States. En het ging door heel Amerika heen. Came in Europe, came in Amsterdam. Kwam in Amsterdam, in Europa. This is also part of the beginning of the church in Zwolle. Is ook een deel hoe we hier in kerk in Zwolle zijn begonnen. First just a group of young teenagers. We waren een groepje jonge tieners. With a great desire to do something for God. Met een groot verlangen om iets voor God te doen. And God started to move. En God begon te bewegen. Very quickly some heroin addicts came in the Zwolle church. Want heroïneverslaafden kwamen de kerk binnen. They got delivered. Zij werden bevrijd. They were set free. Zij werden vrijgezet. And it brought a tremendous excitement in the Zwolle church. En er was een opwinding in onze kerk in die tijd. I'm speaking about miracles. Wonderen. See, because a lot of times we are not geared to miracles. Heel vaak zijn we helemaal niet gericht op wonderen. We say that is for certain people. Leuk voor sommige mensen. It's for certain moments. Voor sommige plekken. And then we look at our church. En dan kijken we naar onze kerk. And then we look at ourselves. En onszelf. And we say, well, I'm just a normal guy. Ik ben maar een normale Nederlander. I'm a plain person. Ik ben gewoon. This is for somebody else. Dat is allemaal voor bijzondere mensen. And it's for another time. Een andere tijd. This is also a bit that this is also the spirit that lived in Moses. En dat is ook de geest die Mozes ook had. Let's look at him for a moment. Kijk naar hem. Because God wants to use him. God wil hem gebruiken. And he is not so enthusiastic about it. Hij is helemaal niet zo enthousiast erover. See, when we see God speaking to him. Als God spreekt tot hem. He says, I want you to go to Egypt and set my people free. Ik wil dat jij naar Egypte gaat en daar mijn volk vrijheid brengt. I want you to do it with many signs and wonders. Doe het met wonderen en tekenen. Well, Moses is not too excited about it. Mozes is niet zo opgewonden. He is saying more or less, this is not really my thing. Dat is niet echt mijn ding. This is not really my ministry. Niet echt mijn bediening. Moses was settled. Mozes was gesetteld. Actually was settled for 40 years already in Midian. Eigenlijk in Midian was hij al 40 jaar gesetteld. And now comes God here. Nu komt God. And he unsettles him. En hij wil hem onsettelen. He says, I want you to leave this place. Verlaat deze plek. I want you to do supernatural things for me. Ga en doe bovennatuurlijke dingen in mijn naam. And Moses is insecure. En Mozes is onzeker. And he's not really into it. En hij zit er niet echt in. God speaks to him. Maar God spreekt tot hem. Moses. Moses. I want you to take your pak je staf and throw it on the ground. Gooi het op de grond. And we know it became a snake. En het werd een slang.
Now Moses has been living in the desert for 40 years. Moses woont al 40 jaar in de woestijn. Without any doubt has seen many, many snakes in his life. Had heel wat slangen gezien, zonder twijfel. But this was a snake of a certain type and a certain size that he fled away. Maar deze slang was nogal groot en een bepaalde soort slang en hij rende ervoor weg. Must have been an impressive snake. Zou wel een hele indrukwekkende slang zijn geweest. And so then God speaks to him. En dan zegt God. He says, I want you to take the snake by the tail. Neem die slang bij zijn staart. It's very unsettling. Dat is niet fijn. It must have been a very ugly snake. En een hele lelijke slang. And Moses fled away. En Moses rende weg. And now he has to go to the snake and catch it by the tail. En nu moet hij hem pakken bij zijn staart. It's very unsettling for Moses. Heel niet fijn. And what God is more or less saying. En God zegt eigenlijk. He says, I want you to do those things which are unsettling. Doe dat soort dingen die niet zo behagelijk zijn. I want you to grasp the supernatural. Grijp dat bovennatuurlijke. See, this is the only way that you will have revival. Zo kun je alleen maar opwekking krijgen. This is the only way that my people will be set free in liberty. Anders worden mijn volk nooit vrijgezet tot vrijheid. You cannot have revival without the supernatural. Je kunt geen opwekking krijgen zonder een bovennatuurlijke dimensie. You cannot leave your past behind unless God does a miracle. Je kunt nooit je verleden echt achterlaten tenzij God een wonder doet. You cannot have victory over habits and temptation unless God does a miracle in your life. Je krijgt nooit overwinning over gewoontes en verleidingen zonder dat God een wonder doet in je leven. Your discipline and your willpower is not able to do this. Jouw discipline en je wilskracht is niet genoeg. And we would like things to go in a settling way. Nou, wij houden van een ordelijke manier. That things go in a gradual way. Dat het geleidelijk aangaat. And we start a church. We beginnen een kerkje. I evangelize. Ik evangeliseer. I get somebody saved. Iemand komt op bekering. And then next week somebody else gets saved. En dan volgende week nog eentje. We would like that the third week have a movie and then somebody else gets saved. En de derde week draaien we een film en hebben nog een bekeerling. We have a little program. Een programma. And comfortably we move on. En comfortabel sukkelen we door. And we hope that God will bless that. En dan hopen we dat God het zegent. But a lot of time God is waiting for something else. Maar God wacht op iets anders. He wants to challenge us. Hij wil ons uitdagen. He wants us to become unsettled. Dat wij een beetje opgeschud worden. He wants us to stretch out. Die je uit gaat strekken. Then God will move. En dan zal hij bewegen. He wants to move in a supernatural way. In een bovennatuurlijke manier. He wants to move in a manner way larger than we would have expected before. Hij wil veel grotere dingen doen als wij verwachten van tevoren. We cannot see a move of God with staying comfortable. Je kunt niet een beweging van God krijgen wanneer je in comfortzone blijft. You must be willing to stretch out and do things out of the ordinary. Strek je uit en doe iets buitengewoons. When Karina and I went to Aruba. Toen wij naar Aruba gingen. First month we just did what we had learned as disciples in the mother church. Wij deden gewoon de eerste maand wat we leerden als discipelen in de moederkerk. Evangelizing and evangelizing and evangelizing. En we evangeliseerden nog een beetje. And after 3/4 of a year we had one drug addict saved. En na 3/4 jaar hadden we 1 drugsverslaafde gered. Well, he came to church now and then. Nou, laten we zeggen, hij kwam af en toe naar de kerk. When his mother would bring him. Als zijn moeder hem zou brengen. So not really a tremendous result. Niet echt enorm resultaat. But we would see a big plaza on Aruba. Maar we zagen een groot plein. A big open plaza that would be used for all sorts of manifestations. Waar je allerlei manifestaties kunt doen. It was big enough to house a few thousand people. Kon wat paar duizend mensen op dat plein. And it was a property of the government. Het was van de gemeente. And I made some requirements. En ik vroeg wat stelde wat vragen. Some inquiries. And I found out it's free. En het is gratis. It's gratis. Gratis. Always like Dutch, gratis. Nederlanders, gratis, altijd goed. Let's go for gratis. We gaan voor de gratis. And so I asked the permit. Vroeg een vergunning. And we were able to rent the plaza. En we mochten het huren. As Karina and me. Karina en ik. And so we started to organize. We organiseerden wat. Called our pastor. Belde onze pastor. He said, I'm gonna come over. Hij zei, ik kom wel preken. We're gonna do a healing crusade. Genezingscampagne. We put hundreds of posters over all the islands. Honderden posters over het hele eiland. Spread out many flyers. Vele folders. Pastor came to Aruba. Pastor kwam. I went to all the local radio stations. Ik ging naar alle lokale radiozenders. A certain moment, a local TV station picked it up. Een lokaal tv-station pakte het op.
pakten het nieuws op. And they wanted to do an interview. Ze wilden een interview doen. So at the moment that our crusade started. Op het moment dat de campagne begon. I had rented 400 chairs. Ik had 400 stoelen gehuurd. I had to put them out all by myself. Ik moest ze allemaal zelf neerzetten. I was sweating. Ik zweette. 400 chairs in the Caribbean sun. 400 stoelen in de Caribische zon. My wife was in the hotel with the pastor and the people of the TV station. Mijn vrouw zat bij de pastor in het hotel met de mensen van het tv-station. They were doing the interview. Zij deden het interview. I was sweating out with the chairs. Ik zweette met de stoelen. At the back of the plaza, I changed my clothing when the moment of the crusade was starting. Toen de campagne begon, kleed ik me snel op het plein. The pastor came. De pastor kwam. And lots of people started to show up. En mensen begonnen te komen. I was nervous. Ik was nerveus. I believe the pastor also was nervous. Pastor was ook nerveus. And we had over 250 people on the first night. 250 mensen kwamen opdagen. The second night the same. Tweede avond hetzelfde. Third night the same. Derde avond weer. At the end of the crusade. Aan het eind van de campagne. We had about 150 convert cards. 150 bekeerlingen. And we had a group of people. En we hadden meteen een groep mensen. Somewhere between nine that stayed in our church. 9 of 12 mensen bleven in de kerk. And it was the beginning of our church there. Daar zo begint een kerk. See, God wants us to stretch out. God wil dat je uitstrekt. He wants us to become unsettled. Dat je opgeschud wordt. See, this is how Jesus Christ involves his disciples. Zo betrok Jezus zijn discipelen in de kerk. His disciples have been watching Jesus. Zijn discipelen bekeken Jezus. But now he involves them. Hij betrekt ze. And he speaks to them. Spreekt tot hun. I want you to go in the cities two by two. Ga twee op twee de stad in. In Luke 10 verse 3. Lucas 10:3. Behold, he says, I will send you as lambs among the wolves. Ik zend je als een lam onder de wolven. Then he gives them a task. En dan geeft hij hem een taak. Luke 12 verse 8. Lucas 12:8. Go into the cities. Ga de stad binnen. Where they receive you. Als ze je ontvangen. Eat the things that they put before you. Eet wat u hebt voortgezet. Heal the sick. Genees de zieken. And say to them, the kingdom of God has come. Zeg tegen hen, het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Now I don't know if they were so enthusiastic about hearing these things. Ik weet niet of ze enthousiast werden van die opdracht. Because Jesus says, I'm sending you as lambs among the wolves. Ik zend je als een lam onder de wolven. And then they ask, well, where shall we stay? Waar gaan we dan eigenlijk logeren? And what shall we eat? En wat gaan we eten? He says, well. You just go and preach. Ga gewoon en predik. You bring nothing to sleep on. Niks meenemen om op te slapen. You don't bring any food. Geen eten. And you will just see where they will receive you. Kijk maar of ze je ontvangen. And there you will stay. En daar blijf je. And there I will move. En daar beweeg ik. So Jesus Christ is challenging them. Hij daagt hen uit. I want you to take a risk. Ik neem een risico. And he is unsettling them. En hij maakt ze, schudt ze op. I do not believe that they were so super enthusiastic. Zij waren niet zo super enthousiast, denk ik. What's gonna happen? Wat gaat er gebeuren? How will they receive us? Hoe gaan ze ons ontvangen? Where's the guarantee? En waar is de garantie? This is a big risk. Dat is wel een risico, zeg. We are going to be sent. En wij worden gezonden. As lambs among the wolves. Als lammeren onder wolven. What will happen? En wat gaat er gebeuren? So this is Jesus. En dit is Jezus. He's pushing them. En hij pusht hen. And on purpose he's unsettling them. En hij maakt hen onrustig. I remember as a young convert. En als jonge bekeerling. Zwolle Church was not so big. De Zwolle kerk was klein. Was not all so polished. Het was niet zo polijst. But it was full of love. Vol van liefde. And it was full of energy. En energie. I remember that every week I would be invited in people's home. Elke week werd ik uitgenodigd bij mensen thuis. It was very attractive for me. Nou, dat was heel effectief voor mij. Because as a student, my eating habits were not so great. Als student had ik slechte eetgewoonten. So I was happy to be invited. Ik was blij dat iemand me uitnodigde. So this couple invites me. En een echtpaar nodigt me uit. And they say, why don't you come over and have supper with us Thursday evening? Kom lekker donderdag bij ons eten. And I started to get accustomed to it. Nou, daar kon ik wel aan wennen. Yeah, of course. Ik zei natuurlijk. But the guy said. Maar de man zei. And then right after. En daarna. We can go on the streets. Gaan we samen de straat op. And we can evangelize. Gaan we evangeliseren. I had not expected that. Dat had ik niet verwacht.
He tricked me into this. Het was een truc, het was een valstrik. He almost forced me, you could say. Eigenlijk een beetje gedwongen. Was not also polished. Het was niet gepolijst. Not so politically correct. Het was niet politiek correct. See, but there. Maar daar. I started to evangelize. Begon ik te evangeliseren. And that's how I found the joy of speaking for Jesus Christ. Daar vond ik de blijdschap als je kan praten over Jezus. See, the 70 came back in Luke 10. De 70 zijn wedergekeerd. Lucas 10. And the Bible says they returned with joy, saying. Met blijdschappen ze zeiden. Lord, even the demons are subject to us in your name. Heer, zelfs de demonen zijn in uw naam aan ons onderworpen. See, Jesus Christ pushed them. Jezus duwde hen een beetje. Jesus Christ unsettled them. Hij maakte hen onrustig. And afterwards they got the reward. En daarna was er een beloning. Afterwards they got the joy. En een blijdschap. See, you can only see miracles. Je kunt alleen maar een wonder zien. You can only see supernatural things. Bovennatuurlijke dingen zien. If you are willing to be unsettled. Als jij gewillig bent om jezelf op te laten schudden. I got a picture. Ik heb nog een foto. Of one of her sisters in Amersfoort Church. Een van de zusters in de Amersfoort Kerk. This is Laila. Dit is Laila. Let's give her a hand. So Laila has a reputation. En ze heeft een reputatie. Everywhere she goes, waar ze ook gaat, she preaches the gospel. Preekt ze het evangelie. So she's here in a train. Ze zit in een wagon. And I believe these are some hooligans from some kind of soccer club. Dit zijn wat vandalen uit een voetbalclub. She doesn't just witness to a guy sitting next to her. En zij getuigt tegen die jongen die naast haar zit. She witnessed to the whole train there. En uiteindelijk tegen die hele wagon. And these guys. En al die lui. I don't know if they all got really saved. Ja, ze kwamen allemaal tot bekering. But at least you can see there's some enthousiasm. En we zien ze enthousiast. And for sure they all heard the gospel. Allemaal hebben ze de evangelie gehoord. What a joy. En een blijdschap. What a reward. Wat een beloning. See, but think for a moment. Maar denk eens na. Before she started to speak. Voordat je zoiets doet en je spreekt. Must have been very unsettling. Dat is wel heel word je heel onrustig van. We rejoice when we see something like that. Maar we vinden het mooi om dat te zien. And there's a tremendous reward for Laila. En er is ook een beloning voor Laila. But she was willing. Maar zij was gewillig. To be unsettled first. Om onrustig te voelen to eerst. To go through these motions. What will people say? What will people think? Wat zullen ze denken? Wat zullen ze zeggen? See, God will move. God beweegt. When we are willing. Als je gewillig bent. To become unsettled. Om onrustig te worden. I want to close. Ik wil sluiten. That God wants us to be settled in Him. God wil dat we onze rust vinden in Hem. Moses was insecure. Moses was onzeker. Moses did not like it a bit. Hij vond het niet allemaal even leuk. All this snake handling stuff. Al dat slanggedoe. But God is encouraging him. Maar God bemoedigt hem. And he wants to encourage you and I. En hij bemoedigt ook jou en mij. Perhaps you say I'm not a guy of supernatural faith. Ik ben niet zo'n bovennatuurlijk geloofspersoon. Perhaps you say I'm not a lady of seeing many miracles in my life. Ik ben niet zo'n vrouw die altijd maar wonderen in haar leven ziet. See, but God wants to use ordinary people. Maar God wil gewone mensen gebruiken. God wanted to use Moses, a man with flaws just like you and Moses, I. Moses, een man met zijn zwakke kanten. Net als we allemaal. And he encourages Moses. En hij bemoedigt Mozes. See, when God addresses Moses. Als God spreekt op Mozes. He speaks to him out of the thorn bush. Spreekt hij uit de brandende braamstruik. Think about that for a moment. Denk erover na. God speaks to him out of a bush. Spreekt vanuit een struik. You would expect then that when God appears in a fire and speaks out of a bush that he would speak out of a majestic cedar tree. Je zou toch denken als God spreekt vanuit een brandend iets als een enorme eikenboom. Or he would speak with from an impressive oak tree. Of een grote ceder, een grote boom. But he doesn't do that. Maar dat doet hij niet. He speaks to Moses out of a thorn bush. Hij spreekt uit een braamstruik. This is I believe an image of the life and the character of a human being. Het is gewoon een beeld van het karakter en het leven van een gewoon ordinair mens. This is an image of the life and the character of Moses. Ook een beeld van het karakter en hoe Mozes leefde. A thorn bush is something that is very temporary. Een
Door een bos is iets tijdelijks. It's something that is very vulnerable. Het is ook kwetsbaar. It's something that doesn't last long. Het is niet iets wat heel lang daar is. It's something that doesn't have a lot of worth in itself. Het heeft niet heel veel hout. Het snijdt niet heel veel hout. It's an image of a weak human being like you and I. Een zwak mens zoals wij allemaal. It's an image of the man Moses. Maar een beeld van de man Moses. Moses had some thorns in his character. Moses had wat doorns in zijn karakter. We know his anger, he couldn't control that. Soms werd hij zo boos, had hij zichzelf niet onder controle. We know several times he made decisions based upon his emotions. Soms was hij heel emotioneel en maakte die keuzes gebaseerd op emoties. And here's this fragile guy. Hier is die kwetsbare man. Here's this guy with his flaws. Met zijn zwakke kanten. And God speaks to him out of a thorn bush. En God spreekt vanuit die brandende braamstruik. It's an image of the Holy Spirit. Beeld van de Heilige Geest. And God makes it clear to Moses, I want to live in people like you. Ik wil leven en branden in mensen zoals jij. I want to reveal myself in people like you. Ik wil mij openbaren door mensen zoals jij. And I want to work my miracles, my supernatural acts through people like you. En ik ga mijn bovennatuurlijke wonderen werken door mensen zoals jij. See, this is the God that we serve. Dat is de God die we dienen. See, very interesting. Heel interessant. Jesus Christ performed his first miracle at a wedding. Jezus deed zijn eerste wonder op een huwelijk. It was a common household setting. Een gewone huistuin- en keukensetting. It means he is interested in common people. Hij is geïnteresseerd in hele gewone mensen. It means he is interested in the needs of common people. En de noden van gewone mensen, daar ligt zijn interesse. It means he wants to use the faith of common people like you and I. Hij wil het geloof van gewone mensen zoals u en ik gebruiken. It's the first of all of his miracles. En dit is de eerste wonder wat hij ooit deed. And the Bible says thus he manifested his glory. En de Bijbel zegt daarmee liet hij zijn glorie zien. It means this is the character of God. Dat is het karakter van God. This is the nature of God. En de natuur van God. See, a bush that doesn't stop burning. Een struik die blijft maar branden. It goes on and on and on. En de Bijbel zegt, bleef maar branden. If we look at the ministry of Jesus Christ. Je kijkt naar de bediening van Christus. Of course, it's a ministry of miracles that went on and on. Het is een wonderbediening en het ging maar door. John 5, verse 17. Johannes 5, vers 17. My father has been working until now, and I have been working. Maar Jezus antwoordde, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. So Jesus is referring to miracles. Jezus spreekt over wonderen. He says, this is my work. Dit is mijn werk. Like other people have their daily work. Ja, iedereen heeft zijn dagelijks werk. Like you and I, we have our responsibilities. En jij en ik, we hebben onze verantwoordelijkheden. Jesus says, this is my work. Dit is mijn werk, zegt Jezus. What is supernatural for a human being? Boven natuurlijk voor een menselijk wezen. Is natural for him. Dit is natuurlijk voor hem. This is daily business for him. Dagelijkse gang van zaken voor and hem. So God wants to entrust this to you and I. En God wil het jou en mij toevertrouwen. And I'm preaching this because we should expect way more in our churches. En ik preek dit, want we moeten veel meer dat soort dingen verwachten in onze kerken. I'm preaching this because we should expect way more in our personal lives. En ook in onze persoonlijke levens. This is the nature of God. Dit is de natuur van God. This is normal for God. Normaal voor hem. He has solutions for your Hij problems. Hij heeft een oplossing voor jouw probleem. But he needs a life that is trusting in his miracles. Maar een leven dat vertrouwt op zijn wonderkracht. In Exodus 4 verse 20. Exodus 4 vers 20. Here we have Moses. Moses. He makes up his mind. Hij maakt een keuze. And he believes God. Gelooft God. The Bible says that he takes his wife and his sons and he puts them on a donkey. Vrouw en zonen zet hij op een ezel. Then he returns back to Egypt. Ging naar het land Egypte. And the Bible says and Moses took the rod of God in his hand. En Moses nam de staf Gods in zijn hand. See, this is not for a moment. Dit is niet een moment. This is now a voyage that Moses starts, a voyage of 40 years. Maar een reis waarop die ging, een reis die 40 jaar zal duren. It's a voyage of miracles. Wonder op wonder. The staff was with him. En de staf was altijd met hem. Miracles of provision. Wonderen van voorziening. Miracles of protection. Wonderen van bescherming. Miracles of healing. Wonderen van genezing. See, God gives us a ministry of miracles. God geeft ons een wonderbediening. You and I, we need miracles in our lives. We hebben wonderen nodig die we moeten zien in ons leven. We need miracles in our marriages. In onze huwelijken. We need marriage in our relationships. In onze relaties. We are desperate sometimes for our children. Soms zijn we wanhopig voor onze kinderen. They need to get saved. Ze moeten gered worden. They need to make good decisions. Ze moeten goede keuzes maken. We have needs in our churches. We hebben nood in onze kerken. Anytime that I think that things are going good and stable. Elke keer als ik denk, nou, het is lekker goed, het is goed stabiel.
Something happens. Gebeurt er weer iets. Always something happens. Altijd gebeurt er weer iets. And I will be unsettled. En dan is het weer onrustig. And the church will be unsettled. En de kerk is weer onrustig. There is needs for buildings. Nood voor een gebouw. We have needs for people in a church that are sick and need healing. Mensen die ziek zijn die genezing nodig hebben. We have financial needs. Financiële noden. It goes on and on. Het is door en door. At the moment we think that it is under control, something unsettles us. En op het moment dat je denkt ik heb alles onder controle, gaat er weer iets gebeuren wat jou rustig maakt. I believe sometimes God does it on purpose. Het lijkt wel of God het expres doet soms. Or perhaps sometimes we have to initiate something. En soms moeten wij gewoon iets in werking zetten. Just like the evangelist. Net zoals de evangelist. Taking a risk. Neem een risico. And doing something special. Doe iets bijzonders. So God will perform miracles. Zodat God een wonder erdoorheen kan doen. John 14 verse 12. Johannes 14 vers 12. Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. Voorwaar ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken doen die ik doe. And greater works than these he will do. En grotere dan deze zal hij doen. Because I go to my father. Maar ik ga heen naar mijn vader. So Jesus speaks about miracles. Jezus spreekt over wonderen. When he says it's work. Hij zegt het is werk. In our language is his miracles. In onze taal is het wonderen. He says I do miracles. Hij zegt ik doe wonderen. But I want you to be involved in the same ministry. Maar jij moet betrokken raken in die bediening. You need miracles of financial provision. Je hebt een wonder nodig van financiële voorziening. You need miracles in your health and in the health of your loved ones. Een wonder nodig in de gezondheid van iemand waar je van je houdt. Every conversion. Elke bekeerling is still a miracle. Can is you nog say steeds amen? Een wonder, kun je amen zeggen. It's still a miracle of God. Wonder van God. Sometimes I hear people pray for miracle conversions. Soms bidden wij voor wonderbekeerlingen. Every conversion is a miracle. Elke bekeerling is een wonder. When I look at a teenager, kijk naar een tiener. I remember one. Ik kan me nog één herinneren. Many years ago. Vele jaren geleden. Other church. Andere kerk. Saw him for years. Jaren zag ik hem. Hanging in his chair. Hing in zijn stoel. Only sleeping. Slapen. Or working on his iPhone. Op zijn iPhone te typen. Years. Jaren. I could just withhold myself from not being annoyed. Ik kon mezelf nog inhouden om niet te ergeren aan hem. And then all of a sudden. En dan plotseling. On one Sunday service. Op een zondagdienst. He gets touched. Wordt hij aangeraakt. Makes a decision. Maak een keus. Gives his heart to Jesus. Geeft zijn hart Sits up. Zit rechtop. Now pays attention. Let op. Goes to the altar. Gaat naar het altaar. Wants to evangelize. Wil evangeliseren. Wants to be involved. Wil betrokken zijn. I'm speaking about a miracle. Een wonder. God touched him. God raakte hem. Something on the inside. Iets van binnen. He was not a drug addict. Hij was geen drugsverslaafd. But God woke him up. Maar God maakt hem wakker. Every conversion. Elke bekeerling is a miracle of God. Is een wonder van God. And we should never be settled with less. En wij zijn nooit tevreden. Our churches are not about programs. Onze kerken lopen niet op een programma. We have some activities. We hebben een activiteit. And then little by little we will grow. Langzaam, één voor één. No, we need God's hand to work. We hebben Gods hand nodig. And God wants to work. En God wil dat ook. He wants to unsettle people. Hij wil mensen onrustig maken. He challenges you and I to become unsettled. En hij daagt jou en mij uit. Word opgeschud. If things do not happen to us. Als het niet tot jou gebeurt. Let's do some things to other people. Doe het dan tot andere mensen. Doe iets. Let's organize something. Organiseer iets. Do something wild. Bedenk eens iets geks. But God is a God of miracles. Maar God is een God van wonderen. And he wants to build his kingdom. En hij wil zijn koninkrijk bouwen. Through miracles. Door wonderen. I want to close with this thought. Sluiten met een gedachte. That Moses went to Egypt. Mozes ging naar Egypte. With the rod of God in his hand. Met de staf van God in zijn hand. See, first it was his staff. Eerst was het zijn staf. First it was the thing that he had confidence in. Eerst was hetgeen waar hij steunde. And he felt insecure. Hij was onzeker. About miracles. Over wonderen. About being involved. Betrokken zijn. About God's calling. Gods roeping. But now the Bible says he makes up his mind. Maar nu maakt hij een beslissing. He has grabbed the tail of the snake. Prak de staart van de slang. And he goes on his destiny. Gaat in zijn bestemming. And that rod. En die staf. Now becomes the rod of God. Wordt nu de staf van God.
It means he has confidence. En daar ligt vertrouwen. It means his confidence is now in God. Zijn vertrouwen ligt nu op God. It is not his program anymore. Het is niet meer zijn programma. It is not his ability anymore. Niet wat hij kan doen. But he is willing to take risks. Maar hij wil een risico nemen. And he is trusting God that God will bring him through. En hij vertrouwt God dat God hem er doorheen zal brengen. See, this is the challenge for you and I. Dat is de uitdaging van ons allemaal. If you look for peace, als je vrede zoekt, if you look for comfortable circumstances, en je wil een comfortabel leventje. This is not the life of faith. Dat is niet een leven van geloof. See, a life of faith means een geloofsleven. That a lot of times the circumstances are unsettling. Betekent dat allerlei dingen onrustige omstandigheden zijn. It means that there's a lot of unsettling things and challenges in our lives. Allerlei uitdagingen, dingen waar je van onrustig van wordt. But we have a peace in our heart. Maar je hebt vrede in je hart. And we have a confidence in our God. Je hebt een vertrouwen op God. I was thinking about Pastor Mitchell. Ik dacht aan Pastor Mitchell. Again and again. Keer op keer. He does healing crusades. Doet hij genezingscampagne. I did a healing crusade with my pastor many years ago in Aruba. Jaren geleden deed ik de genezingscampagne met mijn pastor. I was worried about that months before. Maanden daarvoor was ik al bezorgd. And so I was happy about that years after. Jaren daarna was ik zo blij. And that was enough tension for those months. En ik zeg genoeg spanning voor die afgelopen maanden gehad. But Pastor Mitchell would come, he would preach one tent crusade. Maar Pastor Mitchell deed een tentcampagne. And next week he would go to another place. Volgende week weer een andere plek. And every time you're not sure what is going to happen. Elke keer je weet maar nooit wat er gaat gebeuren. How many people will show up? Hoeveel mensen komen er? How will the response be? Hoe worden we er gereageerd? See, and that is the challenge that he took. En dat is het risico wat hij nam. He was willing to be unsettled. Hij was gewillig om zich onrustig te voelen. And God honored that. En God eerde dat. And there was a peace. En er was een vrede. In his heart. In zijn hart. That God would honor. Die God eerde. The risks. De risico's and the initiatives en de initiatieven that he took. Die hij nam. And this will stay in your and my life also. En dat blijft ook in jou en mijn leven. If we want to grow in ministry, als jij wil groeien in je bediening, if we want to grow in our churches, en in jouw kerk, this is the challenge for you and dit I. Dit is de uitdaging voor jou en mij. God says, I want to give you the supernatural. Ik wil jou een bovennatuurlijke geven. It's not a small thing. Niet een klein iets. It's not your ability. Het is niet jouw mogelijkheden. It's not your experience in evangelism. Evangelisatieprogramma. I want to involve you in the supernatural. Ik wil jou betrekken in het bovennatuurlijke. And if you will stretch out, en als je je uitstrekt, I will honor that. Zal ik het eren. Amen. Amen. Let us bow our heads. Laten we samen onze hoofden buigen. Let us close our eyes. Onze ogen sluiten. Hallelujah. I spoke a simple message. Ik spreek een simpele boodschap. About believing in the supernatural. Over geloven in het bovennatuurlijke. See the biggest supernatural miracle. Het grootste bovennatuurlijke wonder. Is the miracle that God wants to do in your heart. Is het wonder wat God wil doen in je hart. Perhaps you have heard about the gospel. Misschien heb je de evangelie wel eens gehoord. Perhaps you've heard about Jesus Christ. En over Jezus gehoord. See, but it's not about knowledge. Het is niet over kennis. It's not about information. Niet informatie. It's about a God that wants to come in your heart. Maar een God die in je hart wil komen. He wants to change you. Hij wil je veranderen. He wants to bring you to spiritual life. Hij wil je leven en geest geven. That you would have a personal contact with him. Dat je een persoonlijk contact met hem krijgt. He wants to break the curse of sin. Hij wil de vloek van zonde verbreken. Of bad habits. Slechte gewoontes. Problems in your mind. Problemen in je gedachten. He wants to set you free. Hij wil je vrijzetten. The emptiness in your heart. En de leegte in je hart. He is the answer. Hij is het antwoord. There's only one way. Er is maar één manier. It's not in any philosophy. Het is niet in de filosofie. It's not in another religion. In een religie. There's only one way and his name is Jesus Christ. Er is maar één weg en hij heet Jezus. This evening he's here. Hij is hier vanavond. Wants to come in your heart. Hij wil in je hart komen. If you want to make the decision. En als jij zegt dat wil ik. I would like for you to raise your hand. Steek dan nu je hand omhoog. And with that you say yes, I need Jesus. En daarmee zeg je ik heb Jezus nodig. With that you say yes, I need a miracle of God. Ik heb een wonder van God nodig. I want to be sure that I'm a child of his. Ik wil zeker weten dat ik een kind van hem ben. I want to be sure that I'm on my way to heaven. En ik op weg naar de hemel. If you want to make the decision. Als je die keuze wil maken. Jesus Christ is here. Jezus is hier. He wants to come in your life. Hij wil komen in je leven. Amen. And if you want that. Als je dat wil. Use this opportunity. Gebruik die gelegenheid. If there's somebody here. Er is iemand hier. Raise your hand very steek quickly. Je hand omhoog nu. Perhaps you need to come back. Je moet terugkomen. Perhaps you need to rededicate. There's one hand over there. Ja, dankjewel there. Voor die hand. Thank you very much. Perhaps there's somebody else. Misschien nog iemand anders. For the first time. Voor de eerste keer. Or you need to rededicate.
Somebody else. Thank you very much. Dankjewel voor die hand. Dankjewel. I see that hand. Thank you. Dankjewel. If there's somebody else, you want to give your life to Jesus. Is er nog iemand anders? Raise your hand very quickly. Doe je hand omhoog. Hallelujah. The people that raise your hand, could you look at me? Als je hand omhoog doet. Do you mean that? Meent u dat? I believe you mean it. Would you come forward? Kom maar gewoon naar voren. Somebody else there. Iemand anders in de achterin. Do you mean that? Please come forward. Kom naar voren. Find a place to pray. Vind een plek om te bidden. Amen. Somebody will come and pray with you. Iemand komt met u bidden. Hallelujah. 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 I want all of us to stand. Laten we allemaal gaan staan. This evening. Vanavond. I spoke about God's method. Sprak ik over Gods methode. See, God's method is not being involved in church. God is niet alleen maar dat je in de kerk zit. God's method is not just hard work. Of dat je hard aan het werk bent. God's method is supernatural. Het is bovennatuurlijk. He says, I want to do miracles. Ik wil wonderen doen. In personal lives. In persoonlijke levens. Sometimes in bigger activities. In alle activiteiten. But the challenge is always in supernatural. Het is altijd de uitdaging the needs that we have in our personal lives. Die je hebt in je persoonlijk leven. The needs that we have in our families. En de nood in je familie. Jesus Christ, he performed his first miracle. Jezus deed zijn eerste wonder. In the circumstance of a family gathering. In een familiebijeenkomst, een gewone omstandigheid. He says, I want to bring my supernatural help there. Ik ga ze helpen bovennatuurlijk. I feel the needs of these people. Ik voel de noden van mensen. God wants to touch you in your family. God wil je raken in je familie. He wants to touch your children or your financial needs. Jouw kinderen, je financiële nood. He has a miracle for you. Hij heeft een wonder voor je. I want to open this altar. Het altaar is open. If God spoke to you, als God tot je sprak, find a place to pray. Kom naar voren, vind een plaats om te bidden. Let's make a commitment. Laten we een toewijding maken. And say, God. God. I'm gonna believe. Ik ga geloven. For a miracle. Voor een wonder. In my circumstances. In mijn omstandigheden. Not my hard work. Niet mijn harde werk. Not my abilities. Niet wat ik kan doen. But I believe. Ik geloof. That you're gonna provide. Dat u gaat voorzien. You have miracles. U heeft wonderen. For our church. Voor onze kerk. You have miracles. U heeft wonderen. For my needs. Voor mijn noden. For the needs in my family. En mijn gezin. Oh Lord. Heer. I believe. Ik geloof. For miracles. Voor gewonderen. In my circumstances. In mijn omstandigheden. Let's call out to God. Roep God aan. Halleluja nabagando logoshoro golorondria bolagando ribuni. Oh Jesus lagasha ragalabando rocolorondria boragalabanda. Oh Father, I thank you that you are a God of miracles. Oh Lord, you have supernatural provision for our lives. Lord, you have miracles of revival. Oh Lord, help us not to be content to have miracles. Lord, we want that more than all. Not to be content without miracles, Lord. Lord, I ask you to move in every need that we have in our lives. Father, ik loof u. Father, ik prijs u. Shagandolo golorondria bolagalabandu ribuni. Jezus nabagasha ragalabarando rogolorondo. Halleluja lagalabasha ragalabarando rogosho. Father, I ask you. Father, I ask you to move in our lives. Nobo shondo lo golorondria bolagalabando ribuni. Oh, kiala lagando rogosho rogolorondria borasha. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Ragando lo golobondria bolagasha. Oh, Father, yabugando ribuni. Jesus, ik loof en ik prijs uw naam. Nagasha ragalabaranda. Amen. I would like to do one more thing if we can all stand. Laten we allemaal gaan staan. We gaan nog één ding doen. Look what God did for Moses. Kijk eens wat God deed voor Mozes. He said, I want you to grab the snake by the tail. Grijp die slang bij zijn staart. I will give you authority over demonic powers. Ik geef jou autoriteit over demonische machten. God spoke to him out of the burning bush. En God sprak uit een brandende struik. This is a symbol of the Holy Spirit. Beeld van de Heilige Geest. See the way that God moves in our lives. Hoe God beweegt in onze levens. And that he moves through our lives. Door onze levens. Is because of the Holy Spirit. Vanwege de Heilige Geest. Perhaps
God didn't put a snake in front of you and I. Nou, jij ziet misschien geen slang voor je liggen. But he did put a fire in your and my heart. Wel een vuur in je hart. Same thing as he put before Moses. Ook wat hij deed in Mozes leven. He gave that to us. Gaf die aan ons. And because of that fire. En vanwege dat vuur. Moses had the ability to become holy. Mozes kon daarom heilig zijn. The Bible says that God spoke and he says put the shoes from your feet. Hij zegt doe je schoenen maar van je voeten. It is a symbol that we can have victory over every foul habit or sin. Ook een bewijs, je kunt overwinning krijgen over allerlei zondes en gewoontes. This is the power of the Holy Spirit. De kracht van de Heilige Geest. There was a boldness that came into Moses. Now he dares to go to Egypt. Een vrijmoedigheid, hij durft zomaar naar Egypte te gaan. The Bible says now he takes his family and he goes on a destiny. Hij neemt zijn gezin en gaat zijn bestemming in. See, this is what the Holy Spirit gives us. En dat is wat de Heilige Geest ons gives geeft. Us a purpose. Een doelstelling. Gives us destiny. Bestemming. So this evening, vanavond, let us ask again. Vraag opnieuw. For an outpouring of his Holy Spirit. Voor een uitstorting van zijn geest. That God will fill us. Dat hij ons zal vullen. With his fire. Met zijn vuur. With his zeal. Zijn ijver. With plans. Plannen. With initiatives. Initiatieven. With victory. Op overwinning. Over every problem and sin over in our lives. Elk probleem en zonde in ons leven. Amen. Let's raise our hands. Laten we onze handen uitstrekken. Repeat my words. Say Jesus. Jezus. On this moment, op dit moment, I thank you. Dank ik u for supernatural, voor bovennatuurlijk provision, voorziening in my life, in mijn leven. I ask you, ik vraag u, to fill me again, vul mij opnieuw, with your fire, met uw vuur, with your zeal, uw ijver, with your spirit, uw geest, right now, nu op dit moment. Let's worship him, laten we midden and praise him. Hallelujah, nabalando rogolo bondria bulasha la galabanda. Oh, Vader, ik prijs u. Vader, ik loof u. Vader, ik loof en prijs uw machtige naam. Nabalanda la galabando rogolo bosho rogolo borondo. Jezus, ik loof u. Jezus, ik prijs. Wonderbaar bent u. Wonderbaar is uw naam. Nabalanda la galabasha la galabando rogolo bondo. Father, we need your spirit. Father, we need your miracles. Father, in Jesus' name. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Father, fill us with your spirit, with plans and purpose. Shiabu ganda la galabando ro koshuru golorondri aburaganda. Oh, liaburanda la galabasha la galabando ribuni. Ondo lo boshuru golobondri aburaganda. Hallelujah, la bashanda la babarasha la galabaranda. Fill us, Lord, with your Holy Spirit. Fill us, Lord. Handa la babagasha la galabando ribuni. Oh, Yabura Shara Galabando Rogosho. Father, we loven u, we prijzen u naam. Nabala Shara Galabando Ribuni. Oh, Yabura Shara Galabando. Halleluja, halleluja, lakasha la galabarando ribuni. Jezus, Jezus, we prijzen u. Oh, Vader, ik geef u alle lof en eer. Vader, ik geef u alle eer in Jezus' naam. Jesus, laba shanda la galabando rokosho. Hallelujah, ragasha ragalabando ribuni. Oh, liabulanda ragalabando rokosho. Oh, liaburasha. Handa la babarasha ragalabando ribuni. Father, I praise you. Father, I glow. Wonderbar bent u. Wonderbar is uw naam. Hallelujah. Amen. Let's thank God for that. Oh, Vader, ik dank u. Vader, ik prijs u.
Vader, ik loof en ik prijs uw naam. Oh, diabola, sharagalabando, rogolorondri, diabola, galabanda. Oh, Vader, diabola, sharagalabando, rogosho. Halleluja. Amen. We have two more days in our conference. We hebben 2 dagen over in onze conferentie. We have several moments to pray. We hebben momenten om te bidden. I believe that God will speak to us in the coming services. In de komende diensten gaat God tot je spreken. But I want to ask you when you go and pray these days. Als jij komende dagen gaat bidden. That God would speak to you. Dat God tot jou spreekt. That He would speak plans to you. Plannen voor jou. Initiatieven. What can I do? Wat kan ik doen? Where can I believe for? Waar kan ik geloof voor that hebben? God will speak to you. Dat God spreekt tot jou. And that you will search. En dat jij zult zoeken. For supernatural miracles in your life. Bovennatuurlijke wonderen. Perhaps you've been struggling for things for a long time. Misschien worstel je met iets heel lang. Perhaps in your family. In je familie. Perhaps with your children. In je kinderen. I want to challenge you. Ik daag je uit. To believe God again. Geloof God opnieuw. He is a God of miracles. Hij is een God van wonderen. He can do what nobody else can do. Hij kan doen wat niemand kan doen. And He wants to do that. En hij wil het ook doen. And He uses your prayer. Gebruikt jouw gebed. Amen, amen. Amen. What a blessing it is to serve God. Wat een zegen om God te dienen. Let us thank God one more time. Laten we God nog een keer danken en loven. Amen. Halleluja, Vader. Vader, ik dank u. Vader, ik prijs u. Wonderbaar bent u. Wonderbaar is uw naam. Nabarandoro golorondri aboragasha. Jezus, Jezus, ik blijf u. Jezus, ik prijs u. Hallelujah. Lord, I thank you for this evening. Heer, ik dank u voor deze avond. I thank you for the presence of your Holy Spirit. Bezigheid van uw Heilige Geest. Lord, I ask you for your blessing over tonight. Ik vraag uw zegen over de rest van de avond. Over tomorrow. En morgen. Use our prayers. Gebruik ons gebed. Bless our prayers. Zegen onze gebeden. In Jesus' name. In Jezus' naam. I give you all the glory. Geef u alle glorie. Amen. Amen. Thank you very much. Be blessed. Bedankt. Wees gezegend.